Welkom bij First Class. Vandaag zal ik jullie aanleren hoe je hondshaai maakt in gelei met raapjes en wortel. Wat hebben we nodig? Hondshaai, ui, dragon, azijn, water, platte kaas, loelier, gelatine, wit bier, wortel, mini raapjes, look en citroen. We nemen een kookpot, we doen ons water erin, een klein beetje zout in ons water, een blaadje loelier, die gaat er ook in. We nemen een klein beetje look. Look gaan we in kleine stukjes snijden. We nemen de raapjes. We gaan de raapjes eerst het loof eraf halen. Dan de raapjes mooi wassen, zodanig dat de raapjes zandvrij zijn. We gaan de raapjes mooi in vier stukjes snijden. Ons water die kookt met de loelier en de look. Nu gaan we wat wit bier erbij doen. En de raapjes die gaan we kort koken in onze bouillon. Nu gaan we de mini worteltjes mooi kuis. We snijden het loof eraf. Worteltjes gaan we ook lichtjes wassen, zodanig dat dat ook zandvrij is. En die gaan we ook koken bij de raapjes. Het volgende dat we doen is, we nemen wat verse dragon. Die gaan we ook bij de bouillon doen. Hier hebben we onze uieringen die we vooraf gesneden hebben. Dus eigenlijk uipellen en mooie fijne schijfjes van snijden. En de ringen er eigenlijk vanaf gaan halen. Die voegen we ook toe aan onze bouillon. En dat gaan we mooi krokant aan haar koken. Nu nemen we de hondshaai. Mooie mootjes hondshaai. Die gaan we lichtjes kruiden met peper en zout. We draaien ze om. En we kruiden de onderkant ook. Nu nemen we onze blauwe handazijn. We doen een klein schutje azijn in onze bouillon. Waar we onze groentjes in gekookt hebben. We laten de bouillon lichtjes mooi opkoken. En eigenlijk mooie schijfjes citroen snijden. Die leggen we ook mooi in de bouillon. Nu gaan we de mootjes hondshaai heel mooi zachtjes pocheren. De hondshaai die hebben we 3 of 4 minuutjes zachtjes gepocheerd. Dus zachtjes gekookt. En meer moet dat niet zijn. Want hondshaai heeft een kraakbeen. En is eigenlijk onmiddellijk haar. Dus we halen nu de vis mooi uit onze bouillon. En die leggen we mooi in kleine stoop kokotjes. De gelatineblaadjes. Altijd mooi laten weken in koud water, zodanig dat alles mooi loskomt. Ons kookvocht, onze bouillon, die gaan we passeren door een fijne zeef. Onze gelatine, die halen we uit het water. En die gaan we mooi goed gaan uitknijpen, zodanig dat alle overtollig water van de gelatine is. Die voegen we toe aan onze warme bouillon. En die gaan we mooi losroeren met de klopper. En nu gaan we onze potjes mooi onderzetten. Dat is eigenlijk onze bouillon. Nu plaatsen we het dekseltje er mooi op. En nu gaan we die potjes mooi laten opstijven in de koeling. Het duurt ongeveer 2 à 3 uur. Voilà, we zijn nu 2 uur verder. De gelei die is mooi opgestijven. Dus we nemen nou platte kaas. Platte kaas gaan we lichtjes afkruiden met peper en zout. Dan gaan we mooi mengen. Dan gaan we een mooi dotje op de gelei plaatsen. Nu nemen we onze groentjes. Onze groentjes die gaan we mooi allemaal met een beetje olijfolie, een klein beetje citroensap. En die gaan we mooi gaan dresseren. En we werken af met een klein beetje loof van wortel. Hondshaai en gelei, gekookt in wit bier, met worteltjes, raapjes en platte kaas. First class, zeker lekker, smakelijk en tot de volgende keer.